10 uur 's ochtends en het is pikdonker. Welkom in Fins Lapland. We zijn 170 kilometer boven de Poolcirkel en we zijn hier voor Subaru. Kijk, je ziet het daar. Daarachter worden de auto's al klaargemaakt. En denk je misschien, Subaru, wat is het eigenlijk nou voor merk? Aangezien het maar 3 uur per dag licht is hier zo, even wat informatie vooraf. Kijk, in Nederland zie je Subaru's niet veel rijden en daarom denk je misschien dat het een piepklein merk is. Maar de waarheid ligt wel een beetje anders. Per jaar bouwt het merk 1,1 miljoen auto's en daarmee is het ongeveer net zo groot als Opel en 2 keer zo groot als Volvo. En 60% van die 1,1 miljoen auto's gaat naar Amerika. Daarna is de tweede markt Japan en de derde markt is Canada. En zo'n 40.000 tot 45.000 auto's die gaan naar Europa, van een heel groot gedeelte naar de Alpenlanden en hier naar Scandinavië. In Nederland worden er jaarlijks zo'n 800 auto's verkocht. Dus ja, in Nederland is het een kleine speler. Maar het is absoluut een wereldmerk. Het is een eigenzinnig merk met een eigen karakter. Het is ook een onafhankelijk merk. En ze maken keuzes voor hun auto's die anders zijn dan andere automerken. En hier in Lapland, onder de extreme temperaturen, kunnen we goed laten zien wat dat is. Want wat maakt een Subaru nou een Subaru? Diep geworteld in Subaru zitten 3 pijlers. Safe, fun en tough. En dat laat zich vrij vertalen in veiligheid, plezierigheid en taaiheid, betrouwbaarheid. En aan die pijlers is alles opgehangen. Zo aangekomen, dan denk je, ja, gewoon op een parkeerterrein. Maar we zijn natuurlijk wel in het land van de 1000 meren. En die zijn bij deze temperatuur allemaal bevroren. Alle nieuwe Subaru's zijn hier aanwezig. En de modellen kun je voor het gemak indelen in 2 categorieën. Allereerst de SUV's of crossovers. Zoals deze Forester, de Outback en deze XV. Verder heb je de meer normaal en sportief gerichte modellen. Zoals deze Impreza, de Le Fork en deze BRZ. Met allemaal sterke Subaru-genen. Subaru heeft een rotsvast geloof in de boxermotor. En daarmee doen ze het dus ook weer anders dan anders. Want bijna geen ander merk heeft een boxermotor. Bij een boxermotor staan de cilinders niet recht omhoog. Zoals bij bijna alle andere merken. Maar liggen ze en boksen ze als het ware tegen elkaar. Dat betekent dat je een hele platte motor krijgt. Die ook laag kunt inbouwen voor een laag zwaartepunt. En ook dat draagt allemaal bij aan goede rij-eigenschappen. En goede veiligheid dus. En die veiligheid ook. Als je een aanrijding krijgt met deze boxermotor. Dan schuift die motor ook onder het passagierscompartiment in plaats van dat je dus met het motorblok op schoot zit. Allemaal dus veiligheid. En inmiddels hebben ze ook al een hele lange reeks met die boxermotoren, want er zijn er al 19 miljoen geproduceerd. De eerste oefening met deze Subaru XV, inderdaad een beetje een SUV crossover-achtige met een bodemspeling van 22 centimeter en daar zou die heel veel mee moeten kunnen. We gaan gewoon het bos in, maar voordat we dat doen moeten we die helling op. Ja, en ik weet niet hoor, maar dat is al een hele fikse helling en nog besneeuwd ook en die auto zou dat zomaar allemaal moeten kunnen. Ja, en dan is mij dus gezegd dat ik dan hier X-mode in moet drukken en dan zou die dit gewoon allemaal zo moeten doen. Nou, we gaan het proberen. Ik ga naar boven. Dit doet hij gewoon prima. Vervolgens laat ik nu gewoon mijn rem los. Nou, bizar dit. Echt geen centje pijn. Kijk, die vierwielaandrijving is er ook echt uit veiligheidsoogpunt. Want grip op 4 wielen is altijd beter dan alleen de aandrijving op 2 wielen. En ja, dat geldt hier nu voor die uitermate gladde omstandigheden hier in de sneeuw. Maar ja, dat telt natuurlijk ook in de regen of op ijzel. Of op het moment dat jij gewoon bochtige weggetjes aan het rijden bent. Want je hebt meer grip in de bochten. Maar ook je rechtuitstabiliteit is met vierwielaandrijving beter. En die vierwielaandrijving die hebben ze al sinds 1972. En inmiddels zijn er al bijna 18 miljoen Subaru's met vierwielaandrijving gebouwd. Ja, dit is dus een Outback, uiteraard met vierwielaandrijving. Maar deze zetten ze neer op de twist. En dat betekent dat steeds 2 wielen tegelijk de lucht in zijn. Je ziet het.
hele auto in de lucht. Rustig op het gemakje. In X-mode is die hele vierwielaandrijving zelfdenkend voor de zwaarste omstandigheden. Weer twee wielen tegelijk in de lucht. En die auto haalt het gewoon in de sneeuw. Wat de Subaru ook heel bijzonder maakt, is dat die standaard wordt geleverd met een automaat. En dat is een CVT, een Linear Tronic. En die schakelt dus helemaal niet. Dat is een traploze versnelling. Nou, dat rijdt dus heel erg comfortabel. En die motor die kan zo precies in zijn ideale toerengebied werken. En wat nou het mooie is, wij zitten nu in een Outback. Die heeft dus met zijn vierwielaandrijving en die automaat 2000 kilo trekgewicht. En die XV, met inderdaad zijn vierwielaandrijving en weer een automaat, kan ook 1400 kilo trekken. Het merk heeft niet voor niets een grote schare fans die vaak onderweg is met caravans, bagagewagens en paardentrailers. Het trekvermogen en de stabiliteit van de auto's valt nu eenmaal extra op bij mensen die er veel mee te maken hebben. Is toch waanzinnig dit? In je eentje, in Lapland, met je auto. Ja, en sommige andere auto's die zien eruit alsof ze het avontuur aan kunnen. Maar deze kan het ook echt. Door lekker diepe sneeuw, zonder sneeuwkettingen, geen probleem. En nou zeg ik natuurlijk niet dat een koper van zo'n auto dit iedere week doet. Maar het idee dat het zonder problemen zou kunnen, is al de helft van de attractie. En die bijzondere capaciteiten brengen ons op bijzondere locaties. Lapland heeft prachtige wegen, maar ook zoiets als dit. Een ijshotel en voor de gelegenheid helemaal in Game of Thrones-stijl. Van over de hele wereld komen artiesten die heel goed zijn met ijssculpturen om hier dus het hele hotel op te zetten. En het is echt waanzinnig. Ja, geloof het of niet, je kan hier ook overnachten. In een ijshotel. Ik zeg, dicht tegen elkaar aankruipen. Maar het ziet er wel ontzettend gaaf uit zo. Is toch bizar dit? Normaal aan een bar vragen ze of je ijs in je drankje wil. In dit geval of je een drankje in je ijs wil. Terug naar ons testcircuit. Terug naar de eerste pijler van het merk. Subaru wil in 2020 een van de veiligste, zo niet het veiligste merk ter wereld worden. En dat proberen ze op allerlei manieren voor elkaar te krijgen. Allereerst het zicht rondom bijvoorbeeld. Want ja, als je geen ongeluk krijgt, dan hoef je ook niet voor de gevolgen in te staan. Dus wat je merkt is dunne raamstijlen, grote spiegels, veel glas rondom, veel zicht. Om op die manier hele goede zichtbaarheid in het verkeer te hebben. Maar als jij dingen niet goed hebt gezien, zitten er hier twee ogen die met je meekijken. En het heet ook eyesight. En het eyesight dat kan ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld niet per ongeluk een botsing maakt met fietsers of voetgangers. Hij houdt je ook binnen de lijnen van de weg. Maakt ook onderdeel uit van de adaptieve cruise control. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar dat eyesight, dat zorgt er ook voor dat bijvoorbeeld de Subaru XV de veiligste auto in zijn klasse is bij de Euro NCAP crash test. Overal waar auto's met dit systeem worden gecrashtest, overal in de wereld, komen ze allemaal als winnaar uit de bus. En dat eyesight, dat zit standaard op alle Subaru's. We gaan nu een elandtest doen en dat doen ze altijd, een uitwijkmanoeuvre bij een auto, maar hier doen we het met een echte eland. Ik geef vol gas, ik moet 50 km per uur rijden, dan ga ik in de rem en daarna verschijnt de eland, maar ik weet niet van welke kant die komt. Dus daarna moet ik remmen sturen. Hoppa, en ik heb niks geraakt. Ik ben vol op mijn rem gegaan, ABS grijpt in, ik stuur er heel mooi omheen, auto blijft heel mooi stabiel, geen eland geraakt en ik kan gewoon verder rijden. En nou zitten misschien sommige mensen al in de pen te klimmen om een brief te schrijven. Om te zeggen, nee, niet alle Subaru's hebben vierwielaandrijving en niet alle Subaru's hebben een automaat. Dat klopt.
Deze BRZ heeft inderdaad geen automaat en ook geen vierwielaandrijving. Nee, deze heeft een 2 liter boxermotor, 200 pk en achterwielaandrijving. En dit is dan ook de pilaar van fun. Want deze auto is echt gebouwd voor de lol. Een heel mooi uitgebalanceerd autootje. En daar kan je dan gewoon heel mooi dwars mee. Dit is uiteindelijk waarom je natuurlijk in Finland bent, met al die bevroren meren. Maar in de handen van een Finse rallyrijder verandert alles in fun. Een standaard Impreza 1.6, maar dan uiteraard wel met vierwielaandrijving en automaat. En je waant je op een proef van het wereldrallykampioenschap. Subaru heeft de overtuiging dat de auto niet de beperking moet zijn in hetgeen jij wilt. En dus bouwen ze een auto die het allemaal heel erg makkelijk doet. Waar jij naartoe wil gaan, dat kan deze auto. En dat TAF, dat zit er ook in. Dat wil zeggen dat hij taai is. Dus dat hij ook niet bang is om even een hobbeltje te pakken. En dat hij dus ook niet zomaar kapot gaat. Subaru is anders. En niet omdat ze nou per se zo dwars willen zijn, maar omdat ze echt geloven dat hun andere techniek werkt. En de cijfers bewijzen dat ook. Van alle auto's die de afgelopen 10 jaar zijn geproduceerd, rijdt namelijk 97% nog steeds rond. Safe, fun en tough dus. Wil je nou meer weten over Subaru of een van de modellen die je gezien hebt? Ga dan naar onze website rtlautowereld.nl. Wat is het leukste dat jij ooit met of in een Subaru hebt meegemaakt? We zijn benieuwd naar je anekdotes. Laat ze hieronder achter en geef dan meteen even een duimpje bij deze video en abonneer je op dit kanaal. En wil je nou zelf een Subaru uitproberen? Check dan de link.